Dit is het tweede filmpje over weer en klimaat voor havenbouwbouw natuurkunde. Het gaat over de atmosfeer. Opgave 6. Leg uit waarom de temperatuur in de troposfeer daalt als je hoger komt. Nou, dat komt omdat de atmosfeer wordt natuurlijk door de zon verwarmd, maar ook door terugkaatsing van straling van onderaf. En dat is natuurlijk het meest, als je dicht bij het oppervlak bevindt, dus daar is de temperatuur het hoogst, zeg maar. Dus als je omhoog gaat, is de temperatuur daar iets lager. Nou, welk deel van de atmosfeer absorbeert ultraviolette straling? Dat is de ozonlaag, die vindt zich in de stratosfeer. Wat voor soort straling absorbeert in de thermosfeer? Dat is ioniserende straling. En leg uit hoe het komt dat de temperatuur in de thermosfeer stijgt. Dat komt door de geabsorbeerde straling. Goed, dat zijn weetjes. We gaan verder met 7. Een vliegtuig op 11 kilometer... vliegt elke keer boven het aardoppervlak, behaalt dus C11, dat is deze, de druk en de dichtheid op die hoogte. Als je gewoon afleggen, je gaat hier op 11 kilometer zitten, en dan zoek je hier de dichtheid op, en je doet hier ook voor, sorry, de druk op, en dan doe je hier ook voor de hoogte. En dan vind je deze twee waarden, 0,21 voor de druk, dat is hier, en 0,36 voor de dichtheid, dat is daar. Hoe hoger in de atmosfeer, des te kleiner zijn de druk en de dichtheid. Leg uit waarom de druk afneemt als de hoogte toeneemt. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Hoe meer lucht er boven je zich bevindt, hoe hoger de druk is. Dus als je omhoog gaat in de atmosfeer, dan zit er minder lucht boven je, heb je dus ook minder druk. Leg uit waarom de dichtheid van de druk afneemt als je de hoogte toeneemt. Het lijkt hetzelfde als er meer als je meer lucht hebt, dan hoe meer lucht er boven je zit, hoe meer dat die door de bovenliggende luchtlagen, dat de druk lucht op jouw hoogte in elkaar wordt gedrukt. En dat is natuurlijk het meest bij het aardoppervlak, want daar zit de meeste lucht boven je, dus er is de meeste druk, dus wordt de lucht ook het meest samengedrukt en heeft dus de hoogste dichtheid. Dus als je omhoog gaat in de atmosfeer, dan komt er steeds minder lucht boven je en die samenpersende werking die is dan ook minder, dus de dichtheid is daar groter. Goed. 8. In tabel C1 zie je voor een aantal plekken op de aarde druk P, temperatuur T en volume V voor de hoeveelheid lucht N. Die is blijkbaar constant. We breken de gegevens in, dus kijk, moeten we nog omrekenen. Dit is Pascal, dat is prima. Vierkante meter is prima. Kelvin is ook prima. Mol is blijkbaar constant. Misschien niet bij de laatste. Goed. Wat je dus steeds hebt, is dat dus P maal V is N maal T. Gedeelde M maal T, sorry, is R en die is 8,31 enzovoort. Hè? En die vind je in tabel 7. Dus je hebt dus hier drie gegevens, deze drie. Dat zijn deze drie en die vul je dus in de formule in. Wat heb je hier gedaan? Hou je alleen P over. Nou, P is dan deze maal deze 2 gedeeld door 3. Komt dit uit. Nou, dat doe je ook zo bij die andere. Je hebt hier dus ook drie gegevens. Die vul je, dat zijn deze drie. Die vul je dus weer in die formule in. Hier is dat gedaan. Hou je V over. V is dan deze waarde vermenigvuldigd met die twee. En gedeeld door die. En dan komt dit uit dan. En zo doe je dat bij de derde. Drie gegevens. Die zijn deze drie. Die zijn in die formule ingevuld. Hier is dat gedaan. Hou je T over. T is dan deze gedeeld door die. En ook gedeeld door deze. Komt dat uit in Kelvin, kun je eventueel omrekenen naar graden Celsius. En de laatste natuurlijk precies hetzelfde. Drie gegevens, dat zijn deze drie. Vul je in die formule, dat is hier gedaan, hou je alleen N over. En N is dan deze twee gedeeld door die en ook gedeeld door drie. En dan komt dat dan uit. Algemeen gezet. Goed, gaan we naar 9. Bij luchtdruk is het vaak handig om te werken met dichtheid in plaats van volume en hoeveelheid gas. Lucht bestaat voor het grootste deel uit stikstof en zuurstof. Daarbij heeft 1,00 mol stikstof een massa van 28 gram en 1,00 mol zuurstof een massa van 32 gram. De gemiddelde massa van 1,00 mol lucht is 28,9 gram. A legt uit omdat de gemiddelde massa van 1,00 mol kleiner is dan het gemiddelde van die twee. Dat komt omdat er veel meer stikstof in de lucht zit dan zuurstof. Dus dat betekent dus dat de dichtheid van de lucht als geheel ook dichter bij die 28 van stikstof zal zitten. Dat daar het meest van is en verder weg van de dichtheid van zuurstof die 32 is.
omdat er minder van is. Okay, voor de dichtheid van de schat nu, rho is 28,9 maal 10 tot de min derde maal n gedeeld door v. Oké, leidt dit af. Nou, je weet dat. Dichtheid is massa delen volume. Voor de massa geldt, de massa is n maal 28,9, dat is die, dat is net gegeven. Dat staat hier, de gemiddelde massa van 1,0 gram is 28,0 gram. Nou, dat staat hier, de massa is het aantal mol maal die 28,9. Dat is in gram. Dus die kilogram heb je, moet je natuurlijk nog delen door 1000. Dus maal 10 tot de min derde. 10 tot de derde komt er aan mij natuurlijk. Gebruik je dat in de formule, dan krijg je dus voor de massa. Dat massa is dit, hè. Dus die m die vervang je door dit en die v blijft hetzelfde. En h je nog wat in. Dat is op een andere manier schrijven, maar betekent hetzelfde als dit. En dat moest je aantonen. Nou, de algemene gaswet zou je kunnen geleiden van p is rho gedeeld door t is constant. Laat dit zien. Dat is wel een beetje een wiskunde b dingetje. Maar goed, dit is de algemene gaswet. P gedeeld door n maal t is r. Die omschrijven. Dan hou je alleen p en t over. En a en p naar de andere kant. En v naar de andere kant, sorry. Die draaien dan natuurlijk om, hè. Want het is delen door v en maal n. En dat doe je hier ook. Maal n en delen door v. Dus krijg je dit. Nou, dat schrijf je dan weer om. Dan ga je met die formule van hier verder. Deze, die schrijf je om tot deze vorm. En die vul je dan in. Eigenlijk het enige wat je doet is hier die 28, zoveel maal 10 tot de min derde wegdelen. En dan doe je daar dus ook. Dus dan komt die eronder. En dan is dus p maal t is gelijk r maal nw. En dat n gedeeld door v is ook gelijk aan dat. Dus dan kun je dan aan elkaar gelijk stellen. Hier gebeurt dat. P maal t is blijkbaar hetzelfde als r maal n. Omdat dit allebei n maal v is, is dit ook. En n maal v is ook dat. Dus kun je dit gelijk stellen aan dat. En hier gebeurt dat. Nou, dan ga je nog een klein beetje omschrijven. Die rho die moet nog weg worden gedeeld. Dus ik deel ik hierdoor. Dan moet ik dan hier ook doen. Komt hier onder de breukzicht te staan. En dan ben je er. Ja, R is constant. Dus dit gehele ding is constant dan. Dus P maal rho gedeeld door T. Eerst is blijkbaar constant. En dat moest je aantonen. Nou, bepaal dan de waarde en de enige van die constanten. Goed, is maar de waarde, de constante is r gedeeld door 28,10 min derde. Die r die is bekend, die kun je opzoeken in de binnenste bel 7. Nou, dat reken je dan uit, komt deze waarde uit. Ga je verder met de tussenhaken, gaan we de eenheid bepalen. De eenheid van r kun je opzoeken, dat is joule maal mol min 1 maal k min 1. En deze, daar kun je ook bepalen wat het is. Het is namelijk kilogram per mol. Ja. Nou, dus ik heb hier mol, hier heb ik mol min 1 staan en hier heb ik mol min 1 staan, die vallen tegen elkaar weg. Dus nou, joule maal kilogram min 1 gedeeld door kilogram over, oftewel joule maal kilogram min 1 maal kelvin min 1, dat is hetzelfde. Nou, echt wel een wiskunde B-opdracht eigenlijk. Goed, gaan we naar het 10. Aan de stratosfeerballon van figuur C13 zijn meetinstrumenten bevestigd om de temperatuur en de druk op verschillende hoogte in atmosfeer te meten. Op de grond is een luchtdruk van 1,0 maal 10 tot de derde hectopascal en een temperatuur van 17 graden Celsius. De ballon heeft een volume van 47 kubieke meter en de gasdruk is 0,10 maal 10 tot de hectopascal hoger dan de buitenlucht. Die ding moet straks vast wel kelder worden. Maar goed, leg uit omdat de gasdruk in de ballon groter moet zijn dan de druk van de lucht. Staat hier van, nou, er zijn drie krachten op de ballon. De kracht van de lucht van buiten, de kracht van de lucht van binnen en de veerkracht van het materiaal van de ballon. Nou, wat is er aan de hand? De lucht wil hem naar binnen duwen natuurlijk. De veerkracht wil hem ook naar binnen drukken. Dus dat betekent dus dat druk binnen in de ballon, die moet dus en de luchtdruk van buiten compenseren en de veerkracht. Dan moet de lucht in de ballon groter zijn dan de lucht buiten. Nou, formulematig kun je dat natuurlijk ook op deze manier aantonen. De ballon stijgt naar een hoogte van 6 km. De temperatuur is gelijk aan die van de buitenlucht. De gasdruk is nog steeds 0,10 mm hoger dan die van de buitenlucht. Bepaal met C11 op pagina 10 de luchtdruk en de temperatuur op de hoogte van 6 km. Dan moet je even terug naar die figuur C1. Dan moet je dus de dichtheid en de temperatuur
op 6 kilometer hoofdrijden. Dus dan gaan we even terug naar die figuur die ook bij vraag 7 staat. Hier zo, 6 kilometer hoogte moet je dan aflezen. En wat moest je ook weer aflezen? De temperatuur volgens mij en de teken. En de dichtheid, hè? 250 en 0,47 wordt er hier geschreven. Nou, eens even kijken op de klok. Hier zit op 6 de luchtdruk. Ja, 0,47 en de temperatuur 250. Ja, dat klopt wel. Goed. Dus dat hebben we dan gedaan. Gaan we naar C. Toon aan dat de ballon een volume heeft van 27 kubieke meter. Moet je het algemene gaswet doen natuurlijk. Dan moet je het natuurlijk twee keer doen. Eerst voor de eerste situatie, daarna voor de tweede situatie. Dan gaan we eerst maar even de eerste situatie doen. De druk is de druk van de ballon plus die waarde. En dat staat gegeven. 0,10 maal 10 tot de derde was die hoger. Nou, dat is dus 1,1 maal 10 tot de derde hectopascal. En voor de tweede situatie is dat dan 0,47. Hectopascal, die hadden we net afgelezen, plus nog die 10 erbij, hè. 0,7. En waar komt die 10 vandaan? Dat staat hier steeds, hè. Die 0,10 tot de derde hoger dan de buitenlucht. Dat geldt dus zowel voor de eerste situatie als voor de tweede situatie. Nou, oké, hier gaat de algemene gaswet dan. Waarom staan de n'en er niet in? Omdat die allebei gelijk zijn, dus die mag je eruit halen. Dus vloep, vloep, gaan weg. En dan heb je hier nog een keertje staan. Nou, hier hebben we de druk. Die hadden we net al bepaald. Het volume was 47. De temperatuur was 7 graden. Nou, dat is 92 Kelvin. Dus allemaal voor de eerste situatie geldt dat. Voor de druk 2 hadden we ook al bepaald. Hier 0,57 maar 10 tot de 30 pascal. De temperatuur is 250 graden. Dat is al goed. Oké, dat vullen we dan ook al mee. Het enige wat we dan nog overhouden is volume nummer 2. Kijk, je ziet dat hier. Het is allemaal netjes ingevuld. Zie je wel. Je hebt volume nummer 2 over. Nou, wat is volume nummer 2 dan? Deze hele bubs, menigvuldig met 250 en dan delen we 0,57 met 10 tot de derde. 78 kubieke meter komt eruit en we moesten aantonen 77. Nou, dat is een klein verschilletje maar. Dus dat vinden we goed. Leg uit waarom het verschil tussen de luchtdruk en de gasdruk in de ballon in werkelijkheid steeds groter wordt als de ballon hoger komt. Als het volume van de ballon groter is, het materiaal meer uitgerekt. En levert het dus een grotere druk naar binnen dan die 0,10 die we net zagen. Daarom is de lucht ook binnen moet dat compenseren, de gasdruk. Dus ja, die moet dan echt behoorlijk groter zijn dan de luchtdruk buiten. Oké, heeft de ballon op 6 km hoogte in de tijd dus een groter of een kleiner volume dan je bij C hebt berekend? We zijn uit te gaan van een te lage druk. Dus dan zal het volume kleiner zijn. Ja. Kijk, je kan het ook zien aan de formule. Als dit blijft groeien en de druk is kleiner geworden, dan moet die juist groter worden. Ja, dat klopt allemaal precies. En andersom natuurlijk, dus in dit geval, als de druk hier groter wordt, dan moet het volume juist kleiner worden. Dat is hier het geval, ja. Dus de druk is in werkelijkheid groter, dan moet het volume kleiner worden, want vermenigvuldigen met elkaar moeten ze constant zijn. Oké, nou, dank voor het kijken en zo meteen tot het volgende filmpje.